Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van een Waar we in deze video gaan kijken hoe je miljonair kunt worden ten tijde of juist door corona. En dan heb ik het niet over zo'n verhaal als met Siewert van Linden, maar dan heb ik het over jou en hoe jij als miljonair met pensioen kunt gaan. Want ik denk dat de afgelopen 12 maanden jou enorm kunnen helpen in die toekomst om miljonair te worden. Waarom ik dat denk, dat leg ik uit in deze video. Laten we snel beginnen. En het is mogelijk om snel rijk te worden, ook tijdens of misschien juist wel door corona. Nou, dat zagen we dus bij Stuart van Linde en zijn mondkapjesdeal. Nou, los van het feit of het nou maatschappelijk verantwoord is of verstandig is, is het in ieder geval wel gelukt om snel rijk te worden door op het juiste moment met het juiste product te komen. En nu doen we er heel moeilijk over, maar als we ze echt nodig hadden gehad, waren wij dan niet bereid geweest om meer te betalen of juist ja, alles te betalen om ze toch te hebben. Nou, we zullen het waarschijnlijk en we zullen het gelukkig eigenlijk nooit weten. Dus we zien dat het in ieder geval mogelijk is om snel rijk te worden. Alleen zullen niet heel veel mensen in Nederland ja, deze kans hebben gehad, deze kans kunnen grijpen om het afgelopen jaar snel veel geld te verdienen. Dus ook de kans dat jou het lukt, ja, die is niet zo heel erg groot, want je hebt waarschijnlijk ten eerste het juiste moment nodig. Dan moet je ook meteen op kunnen inspringen met het juiste product. Je hebt waarschijnlijk connecties nodig om dat te kunnen regelen. Geld nodig om dat te kunnen regelen. En dan moet eigenlijk ook nog alles samenvallen om daarvan te kunnen profiteren en dus snel veel geld te verdienen. En dan is het ook nog met een hoog risico. Dus laten we vooral gaan kijken naar een manier die voor veel meer mensen geschikt is. En die ook een veel grotere zekerheid heeft. Om veel vermogen op te bouwen, om miljonair te worden. En dan hebben we het dus eigenlijk over langzaam maar zeker rijk worden. Want ik ben ervan overtuigd dat miljonair worden vooral ook een keuze is: een keuze om nu wat dingen te laten, zodat we juist op de lange termijn daarvan kunnen profiteren. Uh, ja, meer rendement, meer vermogen kunnen maken. En als er iets is wat we het laatste jaar hebben gedaan, dan is het juist wel dingen laten, dingen niet kunnen doen, dus ook geen geld daaraan uit kunnen geven want we lazen eerder al in het nieuws dat corona ervoor heeft gezorgd dat bij heel veel mensen het spaargeld is toegenomen. Bij de meeste mensen is het inkomen gelijk gebleven, maar de uitgaven zijn gedaald omdat we juist geen geld konden uitgeven. En juist daar zit de belangrijke boodschap van deze video. We kunnen wel zeker minder geld uitgeven. Dat is eigenlijk het afgelopen jaar wel gebleken. Het is natuurlijk aan een heel extreme vorm. We werden het vooral verplicht we werden heel erg beperkt in onze uitgaven, maar ik denk zeker dat het vanaf nu weer makkelijker wordt om ja, weer dingen uit te gaan geven. Maar ook dat je gaat beseffen dat je ook een klein stukje meer geld over kunt houden, omdat dat juist best wel een belangrijke impact kan hebben of juist ervoor zorgt dat je miljonair kunt worden in de toekomst. Dus laten we gaan berekenen wat je nodig hebt om miljonair te worden op de lange termijn. Dat doen we door gebruik te maken van de compound interest calculator, oftewel het rente-op-rente-effect. En dan hebben we het natuurlijk ten eerste over euro's. Dan kunnen we zeggen: onze eerste inleg, zeg ik hier, 2400 euro. Dat is een beetje het gemiddelde uh, jaarsalaris van iemand in Nederland. We gaan kijken naar een gemiddelde van 7% rendement per jaar. Dat is het gemiddelde wat de beurs verdient op de lange termijn. Voor welke periode gaan we dat doen? Nou, laten we zeggen 50 jaar. Stel, heel veel mensen op mijn kanaal zijn nog jong. Dus je begint al meteen op je 18e en je gaat door tot aan je pensioenleeftijd, ongeveer je 68e, laten we zeggen. En vervolgens zeggen we dat we ook nog iedere keer geld gaan toevoegen. En dat is maandelijks zo'n 150 euro. Um, ja, iedere maand. We houden een beetje geld over. We hebben gezien dat dat het, het laatste jaar mogelijk is. Nou, ook deze komende tijd willen we dat gaan doen. En dan zeggen we vervolgens nog dat we inflatie wel mee gaan rekenen en dat we ieder jaar anderhalf procent extra gaan inleggen om een beetje de inflatie, uh, ja, dat effect weg te halen. In ieder geval dat we ook over 50 jaar nog steeds geld inleggen wat nu 100 euro waard is, is dan misschien wel 200 euro of meer. En als we dat gaan berekenen, dan zien we het effect van als je iedere maand geld opzij legt en dan zie je dus dat met 150 euro in de maand, maar als je op tijd begint, dat je wel een miljoen euro kunt opbouwen. Je ziet ook dat we ongeveer net geen 120.000 euro inleggen, maar dat het bijna 900.000 euro aan rente is die we verdienen in die tijd. En hoe dat precies in elkaar zit, wordt dan hieronder in deze tabel uitgebroken. Je ziet, we beginnen met 2400, vervolgens leggen we maandelijks 150 euro in, dat is 1800 euro per jaar. Wordt telkens een stukje meer. Maar wat je vooral zult zien is het bedrag van interest, oftewel rente, die gedurende deze tijd telkens zal toenemen. En het is zelfs al in het tiende jaar dat de rente meer is dan onze inleg telkens die we doen en het is geen snel rijk worden, dat is waar de meeste mensen op zitten te wachten, maar zoals eerder al gezegd, die kans dat dat jou lukt, die is heel erg klein. Dit is juist een manier om met veel meer zekerheid in ieder geval miljonair te worden op de lange termijn. Het enige wat je dus nodig hebt is een beetje discipline om wel iedere maand dit geld in te leggen en vooral ook dat je de tijd neemt en jezelf de tijd gunt om dit op te bouwen, want juist naarmate je meer tijd bezig bent met beleggen, wordt het rendement juist in de laatste jaren steeds groter. Klinkt dat interessant? Wil je ook beginnen met beleggen? Dan heb je simpel gezegd even twee opties. Ten eerste kun je zelf beleggen. Je koopt zelf je aandelen iedere maand weer. Het is vrij eenvoudig. Het kost je een paar minuten per maand. Dan raad ik de giro aan, want zij hebben de ETF genaamd VWRL van Vanguard in hun kernselectie zitten. En hiermee investeer je wereldwijd in bijna 3500 bedrijven. Deze ETF heeft lage kosten, een goede spreiding en mooie rendementen de laatste jaar. En wil je nou ook beginnen met beleggen via de Giro, maak dan gebruik van de link onder deze video om gratis een account te openen. En daarmee help je ook het kanaal, zodat ik ook in de toekomst meer van dit soort video's kan blijven maken. En de tweede optie die je hebt is je geld laten beleggen. Je wilt je aankoop bijvoorbeeld automatiseren. Je hebt nog niet de kennis of de tijd om het zelf te doen, dus je besteedt het liever uit. Het kost wel een klein percentage. Dat is natuurlijk niet heel erg. Want als beginner zijnde heb je nog een klein vermogen. Maar zorg dat je kosten gaat besparen naarmate je vermogen groeit door het zelf te leren. En bijvoorbeeld dus je aandelen te kopen via de Giro. Maar als je je geld dus wilt laten beleggen, kijk dan eens naar Bink Forward. Hier ben ik ook ooit begonnen. En tegenwoordig is dat mogelijk vanaf 1500 euro. En ook voor Bink Forward vind je trouwens een link onder deze video om een account te openen. En trouwens, kijk ook eens op mijn vernieuwde website voor meer aanbieders. En ook voor mijn website natuurlijk vind je de link onder deze video terug. En laten we ook nog even wat andere berekeningen bekijken. Want straks heb ik dat voorbeeld gegeven van iemand die vanaf zijn 18e tot aan zijn pensioenleeftijd inlegt. Maar misschien denk jij van: ik heb een andere leeftijd, ik heb een andere inleg. Ik denk een ander rendement te kunnen maken of ik heb een kortere looptijd omdat ik bijvoorbeeld eerder wil stoppen met werken. Speciaal daarvoor heb ik ook een ander overzicht gemaakt. Ik heb wat nieuwe berekeningen gemaakt met andere looptijden, met andere rendementen, noem het maar op. In ieder geval wat er wel hetzelfde is, is telkens een inleg van 1000 euro in de eerste maand. En ik heb in dit geval geen rekening gehouden met inflatie. Of met vermogensbelasting. Maar dan zien we hier dus verschillende tabellen. Bovenaan 6% rendement per jaar. Vervolgens 7% rendement per jaar. En onderaan 8% rendement per jaar. En je kunt al wel zien dat een procent extra rendement of minder kosten. best wel grote impact kan hebben. Want kijken we even naar de, het 150 euro in de maand 35 uh, jaar lang. Dan heb je bij 6%. 222, 223.000 euro. En in het laatste geval 362.000 euro bij 8% rendement. En dan kun je zien dat eigenlijk dezelfde inleg, dezelfde looptijd, maar puur het verschil dus in rendement of een vermindering van kosten, je meer dan 140.000 euro uitmaakt gedurende die 35 jaar. En we zien ook dat je als je 50 jaar lang 250 euro in de maand inlegt, en een rendement van 8% weet te maken gemiddeld, je zelfs op meer dan 2 miljoen uitkomt. En natuurlijk is de inleg dan wel een belangrijk onderdeel, want des te meer je inlegt, des te groter je vermogen wordt. Maar onderschat dus vooral het effect van tijd niet. Want kijken we nog even naar die 250 euro in de maand bij 8% rendement. Dan zien we een verschil van 440.000 euro tussen de looptijd van 35 en 20 jaar. Terwijl eigenlijk het, de inleg van die jaren. Maar 225.000 euro is, dus de helft van die 440.000 euro is inleg, de andere helft is interest. En kijken we even naar hoe die 2 miljoen euro tot stand komt, dan zien we dat het ieder jaar harder groeit. En dat is dus ook het effect van rente op rente, oftewel compound interest, zoals we eerder hebben gezien. En in het groen zien we de inleg, die loopt redelijk stabiel omhoog, want die is ja, redelijk stabiel. Ongeveer dezelfde inleg, maar het is vooral het oranje, de rente, het rendement dat je maakt, dat steeds harder toeneemt. Dus je hebt kunnen zien dat het zeker mogelijk is om snel rijk te worden. Alleen het is niet voor heel veel mensen weggelegd, dus de kans dat het jou ja, gaat gebeuren, die is niet zo heel groot. Wat we ook hebben gezien is dat je die kans wel kunt vergroten door juist de tijd te nemen, door consistent iedere maand geld in te leggen, vroeg te beginnen, zo lang mogelijk door te gaan, want dan wordt het effect van rente op rente wordt steeds groter. En op die manier kun je op de lange termijn met meer zekerheid in ieder geval een groot vermogen opbouwen. Dus als binnenkort alles weer open gaat en jij al het geld dat je hebt opgespaard de laatste jaar weer kunt uitgeven, denk dan even na over wat het effect is als je net iets minder uitgeeft en wat je daarmee kunt bereiken op de lange termijn. Termijn, want misschien is het wel heel erg verstandig om in ieder geval de corona periode aan te grijpen. 2021 dus te beginnen met beleggen. Leg een bedrag in om alvast lekker van start te gaan. Iets wat je het afgelopen jaar hebt opgespaard. Kijk vervolgens wat je iedere maand kunt missen, wat je niet uit hoeft te geven. En wat het voor effect heeft op de lange termijn. En dan heeft corona toch nog iets moois opgeleverd als je over 20 jaar terugkijkt en denkt: van oh ja. 2021 is het jaar dat ik ben begonnen, misschien wel vanwege corona, omdat ik tijd en geld over had. En nu, 20 jaar later, heb ik een mooi vermogen opgebouwd. Dus hebben we toch nog iets moois overgehouden aan die coronaperiode in 2020, 2021. Dus mocht je willen beginnen met beleggen, zoals gezegd, alle links vind je trouwens onder deze video terug van alle aanbieders die ik aanraad, zoals de Giro of Bink Forward. Maar ook andere websites die ik heb besproken. En dan vind je trouwens ook een link naar de beleggers training. Dat is een training die ik heb gemaakt voor mensen die willen beginnen met beleggen. In een training van meer dan 6 uur beeldmateriaal, meer dan 50 video's. Nemen we je stap voor stap mee in alles wat je moet weten om in ieder geval te beginnen met beleggen. Zeer interessant dus uh, voor beginnende beleggers, omdat je eigenlijk ja, vanuit niets. Alles te weten komt wat je nodig hebt om in ieder geval je eerste belegging vol vertrouwen te maken. Ook daarvan vind je een link dus onder deze video. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Wil ik jou bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke interessante video geef dan zeker even een duimpje omhoog. Zodat ik weet welke video's jullie interessant vinden. Kan ik meer van dit soort video's maken. En wil je meer video's zien maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal. Ook dat kun je doen onder deze video door te abonneren. Mis je nooit meer een video in de toekomst. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende video.